Bonjour tout le monde. We gaan vandaag de standaardrit 7, 8, 9 doen. Even een paar dagjes niet kunnen uploaden, omdat ik op vakantie ben. Ik heb wel elke rit van de tour gezien en ook elke aflevering van Vive le Velo. En ik vind dat we het goed hebben gedaan. We hebben de laatste, dus gisteren en vandaag, hebben we gewoon de winnaar in mijn team. Vorige week hadden we Hindley, die ook in mijn team. Dus we zitten op 3 ritoverwinningen. De 3 ritwinnaars in ons team. Dus het doet toch redelijk goed. Dan rit 7 was de etappe waar Cavendish tweede was. En waar Ewan ingesloten is. Dus het heeft niet kunnen meesprinten. Spijtig. Maar in de laatste week zijn er nog kansen voor Ewan. Vauwassi heeft hier 30 punten gepakt. En heeft hier ook de laatste punten gepakt voor mijn team. We hebben met elkaar 25 punten gepakt. En dan Bauwassi, dat waren de laatste punten. Want we hebben hem veranderd in de rit van gisteren. Voor Juan Pedro Lopez. We hebben hier wel gewoon met iedereen in de bus punten gepakt. 5 met Hindley, met Lopez en Skelmose. 6 met Godu. Hadden we wel Peters in ons team. Die heeft gewonnen. Dan Kokar 35 punten. En die had van Petersen, Stuiven 5 punten. Vandaag rit gewonnen door Michael Woods. Toch 13e geworden. Dat is toch redelijk mooi. Zeker voor een team zonder de grote namen. Wel redelijk hard, maar zonder de dure renners. Woods 100 punten. Kampenaerts, hij heeft heel sterk gereden. Maar echt heel sterk. Als de eerste aanvaller van de dag. Mocht ook in de derde groep, want hij was niet mee. Met Jurgensen ook niet mee met de vierde voorop. Dat waren Paulus, Latour, Mohoric. Dus daar niet mee. En dan Yates vond ik van de klassementsrenners ook wel redelijk sterk. Ik heb een goede indruk. Die gaat enkel beter worden. Want heeft gisteren tijd verloren. En dan Bilbao die nog 4 punten pakt. En dan morgen rustig. Hopelijk zijn de renners van Lotto goed uitgerust. Want er liggen volgende week ligt er denk ik 1 sprintkans. En dan dinsdag en donderdag toch sowieso voor de vlucht denk ik. Dus voilà. Deze is even de update over de vorige 3 ritten in de wielermanager. Dus salut, au revoir, bonne journée, jusqu'à la prochaine, salut, ciao.